Dat is weer een vraag waar wat onderdelen in zitten. Het eerste ondervraagje dat me gesteld was, is wat is de normaalwaarde van chromogranine A? Nu, ik kan hier een cijfer vermelden, maar eigenlijk heeft dat niet zo heel veel zin. Omdat chromogranine A-bepaling, dat is een bepaling die in beperkt aantal laboratoria gebeurt. En eigenlijk gaat een bloedtest altijd door een bepaalde kit gebeuren. Dus dat is een onderzoeksmethode die zijn eigen gevoeligheid heeft. Dus je kan niet altijd die waarde van labo naar labo direct vergelijken. Daarmee vond ik het een beetje gevaarlijk om hier een duidelijke waarde te poneren. Maar in principe staat op een uitslag wat dat de normaalwaarden van dat labo zijn. En in welke concentraties dat u dat meegedeeld wordt. Dus weet, een bloedtest, dus dat geldt eigenlijk ook een beetje voor andere bloedtesten of voor een deel van andere bloedtesten, hangt een beetje af van de gevoeligheid van die test die in dat laboratorium gebruikt wordt. Het is zeker zo dat ook gezonde mensen variaties hebben dagelijks in het chromogranine A. Dus dat is niet een bloedwaarde die heel de dag door en elke dag opnieuw en elke week dezelfde is. Dat varieert met bepaalde voedingsmiddelen, ook bij gezonde mensen. Het is een weinig specifieke test. Daarom wordt het niet gebruikt voor screening. Je kan niet allemaal eens bij de huisarts gaan en vragen, bepaal mijn chromogranine A een keer. En als dat dan duidelijk 2 of 3 keer verhoogd is, dan gaan we zoeken naar een neuroendocrine tumor. Zo werkt dat niet. Dat is logisch, maar wat ik daarnet verteld heb, ook bij gezonde mensen is er een variatie. Dus het helpt niet bij screening. Maar als je een neuroendocrine tumor hebt, welke dan ook, of zeker de laaggradige, de graad 1 en graad 2 tumoren, kunnen heel goed gevolgd worden met dat chromogranine. Dus als we weten bij diagnose dat je een bepaalde waarde hebt, kunnen we een behandeling instellen en dan kunnen we zien of dat die behandeling werkt als het chromogranine daalt. Zoals gezegd, kan uw chromogranine ook verhoogd zijn door bepaalde geneesmiddelen, maar ook door bepaalde aandoeningen. En het belangrijkste waar je als patiënt zelf op moet letten, is die protonpompremmers. Dus er staan hier een aantal namen van protonzuurremmers, protonpompinhibitoren, die inderdaad gaan zorgen voor een verhoogd chromogranine. En als uw waarde betrouwbaar moet gevolgd worden, dan moet je inderdaad die medicatie een 2-tal weken voor de bloedname stoppen. Maar hier staat ook een beeldje van een nier. En dat is omdat mensen met verminderde nierfunctie ook een verhoogd chromogranine gaan hebben. Dus oudere patiënten hebben vaak een iets verminderde, een nog goed werkende nier, maar een iets verminderde nierfunctie. En uw chromogranine zal dan hoger zijn. Er is ook een beeld van een maag. Dat is een maag die een bepaalde vorm van ontsteking heeft, een atrofische gastritis. Het maagslijmvlies is niet volwassen. Die mensen kunnen verhoogd chromogranine hebben. Daarboven is een plaatje van een levercirrose. Dan kan je een verhoogd chromogranine hebben. Bij inflammatoire darmziekte kan je verhoogd chromogranine hebben. Dus er zijn heel veel oorzaken waardoor dat chromogranine kan verhoogd zijn.